en de uitdagingen die ons in die markt voorstaan. Dit is het vierde webinar wat wij doen over internationaal zaken doen. We hebben een algemeen webinar gehad. We hebben het gehad over België, we hebben het gehad over Duitsland. En nu dus over het Verenigd Koninkrijk. Vandaag staan er een groot aantal zaken op de agenda. Een hoop thema's die we met u door gaan nemen. En dat ga ik doen met een tweetal sprekers die ik zo dadelijk aan u zal introduceren. Mijn naam is Twan Straatman en namens de organiserende partijen van dit webinar zal ik dit webinar voor u gaan modereren. Dat houdt in dat ik ga uiteraard de sprekers voor u ga introduceren, maar ik ga ook uw vragen voorleggen aan de sprekers. Nou, hoe werkt dit webinar? Is dat u de chat kunt gebruiken om onderling te communiceren of om ons zaken kenbaar te maken rondom het webinar. Maar u kunt ook uw vragen aan ons voorleggen. En dat kunt u doen met het kopje vragen. Als u daar uw vraag in noemt, dan zal ik die uitlezen. En passende in het verhaal wat is voorbereid met de sprekers, zal ik uw vraag dan gaan voorleggen, zodat u een passend antwoord krijgt. Nou, uiteraard gaan wij dit webinar opnemen en online beschikbaar stellen. Alle slides, alle informatie die in dit webinar wordt getoond en verteld, is daarmee rustig op een later moment voor u na te kijken. Nou, wij heten iedereen van harte welkom. Mooi om te zien dat de groep langzaam aan het toenemen is en er steeds meer kijkers bij komen. Nou, nog even een technisch dingetje. U kunt uw browser even updaten, een refresh geven door op F5 te drukken. En daarmee loopt de verbinding weer helemaal actueel. Dat gebeurt soms online, dat we eventjes een hiccup hebben. Maar met F5 krijgt u dat weer gecorrigeerd. Nou, ik zie die tip inmiddels ook op de chat ruimschoots binnenkomen. Dus dat moet goed komen. We gaan snel beginnen. Want zaken doen in het Verenigd Koninkrijk, daar komt een heleboel bij kijken. Je moet rekening houden met de cultuur. Je moet rekening houden met de markt zoals die zich ontwikkelt. En natuurlijk speelt dan dat grote B-woord, de Brexit. En wat hebben we daar nou allemaal voor consequenties van als het gaat om het zaken doen? Maar natuurlijk ook COVID-19, corona. Ja, welke impact heeft dat op onze ambities op die Engelse markt? We gaan het u allemaal vertellen in de komende 3 kwartier. Het zijn een hoop slides, een hoop informatie die we u gaan geven. Dus mochten wij ietsjes uitlopen, vergeeft u ons dat dan. Maar ik ga proberen de time zo goed mogelijk te managen. En ik hoop dat u Engels goed is, want we gaan zo dadelijk starten met een Engelse spreker. Althans, een Engels sprekende spreker. Ja, en dat is Simon Benham. Hij is Deputy Country Director van de Netherlands. Oftewel, hij is verantwoordelijk voor Nederland. En hij doet dat vanuit het Department for International Trade. Het DIT. Simon, are you there? Simon, can you hear me? Yes. Yes, great. Good to have you here. Where are you now? In The Hague, in Den Haag. So you are nearby, but you will have your presentation in English. You will tell us more about the growth opportunities in the UK. Now, what I said to the viewers is that they can ask some questions if there are any questions. But first of all, I'm very curious about what you will tell us about the possibilities in England. So you may start with your introduction and your presentation. Oké, goedemorgen iedereen. Ik spreek redelijk goed Nederlands. Ik ben niet een typisch Brit. Ik woon hier nu voor
zes jaar. Ik heb een Nederlandse vrouw, twee talen kinderen. En ik denk dat ik spreek nu, boven gemiddeld. Ik zal het in het Engels doen, voor de duidelijkheid vanochtend. Ik snap Nederlands. Goed, denk ik. Nou, we zullen zien later misschien. Okay. We gaan het proberen. Maar ik ga door met Engels nu. Maar ik wil voor de zekerheid, ik wil niet de indruk hebben dat ze spreken geen Nederlands. Ik doe het wel. Okay. Maar now ik ga we door met start in English. We will all listen to you. And so start with your presentation about the growth opportunities in the UK. Zal ik doen. Okay. So, good morning, everyone. I'd like to speak to you really this morning about three things. First of all, the importance of the trading relationship, indeed the relationship between the UK and the Netherlands. You should be investing in why you should be considering. And finally, I want to talk to you about how we, the Department for International Trade, can be of support to you both now, but also in the future as well. So, first of all, obviously I need to talk about the B word. But the B word for me is bilateral. Of course there are E words, but I suspect that over the last months, indeed last years, you've heard plenty about the other B word. So this morning I want to focus on bilateral to start with. So, we're historical rivals. Hope the same slide I'm seeing, which is a picture taken, or a painting, should I say, of the Second Anglo-Dutch War. The year is 1666. It's the Second Anglo-Dutch War. And as many of you will know, and certainly I've learned over the last few years, these wars went on for some time. In fact, the best part of 130 years in total. But what really interests me about it is the reasons behind the wars. Well, the reasons behind the wars, in essence, were that the Dutch and the British wanted to secure trading paths to the Far East. They'd seen the Portuguese already start, and they wanted to secure some of the action for themselves. And these trading desires, led to 130 years of wars. But eventually, they led to peace, and they led to the start, really, of our trading relationship, arguably 250 years ago. So first of all, then we became lost on many of my colleagues, but the Netherlands is the third most important trading partner of the UK, and vice versa. So in 2019, there was 94 billion of trade between our two countries. Of that, 51 billion was in trade from the Netherlands to the UK and 43 billion from the UK to the Netherlands, i.e. a trading surplus for the Netherlands of 8 billion. Countries are incredibly important trading partners of each other. Part of that, of course, is driven by the importance of Rotterdam, that the Netherlands is a gateway to the UK and a gateway to the rest of the world and Europe. But a lot of it represents the trade between the two countries. I talked a minute ago about the investment journey between our two countries, the journey that began as historic rivals, and the trading began, let's say, 250 years ago. What that means is today, the Netherlands is the second largest investor into the UK. So you'll see on the slide a mention of 138 billion of FDI stock. So that is foreign direct investment from the Netherlands into the UK. That amount is equal to France and Germany combined. Only stands behind the US. So that length of relationship is incredibly important. So we can talk about, yes, last year was 94 billion of trade, but it wasn't just last year. This has been going on for years. So, you know, the importance of that relationship is incredibly solid.
There are today 1,310 Dutch businesses that are invested in the UK, that are trading today on the ground in the UK. Beyond that, there's 21,000 Dutch companies, British and Dutch companies, either importing or exporting from the UK and the Netherlands. So the size of that trading partnership is enormous. It's over the whole country. And of course, there are lots of Anglo-Dutch successful trading partnerships. Unilever, Shell, just a couple of the examples where we've come together as well. So we are rivals that have become trading partners. We're also political allies. And you know, one of the I've seen over the past 3 years since Brexit was announced was that businesses feel it from a trading perspective, but they feel it as much from a political perspective. And working in the British Embassy in The Hague, I feel that every day from Dutch business leaders up and down the country. That kind of like-mindedness that we have as nations is incredibly important. And the fear, of course, is that that will be diminished as we leave the EU. What I can tell you on that front is that whilst we are leaving the EU, we are absolutely not leaving, and we are not leaving Europe. In fact, from a very practical point of view, if you look at the team that we have in the embassy in the Netherlands, our team today, my team today, is 13 of us, 7 of us. So we don't see this as running back to the UK. We see the opportunity to trade with the Netherlands to help Dutch businesses invest in the UK as important as ever. So, you know, it's a really important to bear that in mind. And that political like-mindedness remains there. You know, obviously at the moment, ministers flying in and out of each other's car are reduced. In fact, it's zero, of course. But usually speaking, that activity has only gone up in the last 3 years, not down. And it hasn't gone up just because of Brexit negotiations. It's gone up because we want to work close together on trade, on security, on all kinds of issues. So the last area I want to talk about on this particular section is cultural neighbours. So I know that Michiel later on is going to talk about this in a little bit more detail. So I won't touch on it too much. You know, of course, we are famous for not saying what we think. You are famous for saying exactly what you think. I think the truth probably is somewhere in between the two, actually. You know, what I would say on this point is there is tremendous respect in the UK for Dutch people, full stop. They've met you on holiday all over the world. They've camped with you in France. You know, they are very, very familiar and warm towards Dutch people. You know, Kralf remains an icon in the UK. Bergkamp is an icon still for many of us, including me. You know, so there's a natural love and friendship, which as a businessman or woman, I would never underestimate. You know, the whole process of kennismaken is incredibly easy because you already have that advantage that other countries don't have. There is a warmth and love that, please, don't underestimate how strong that is. So I want to talk, if I may, about why you should invest in the UK. What are the reasons? And to be clear, when I talk about investing in the UK, I mean establishing a business on the ground in the UK. And many of you will be considering exporting to the UK. You may be exporting already. And at some stage, you may well then look to be on the ground alongside those 1,310 businesses that already are in the UK. So I want to talk to you a little bit about that. But the principles are the same, really, whether you're exporting or whether you're investing. So three things: the ease of doing business, the supportive environment, and the consumer market. So ease of doing business. So as you'll see, the number 670,000. So in 2018, 670,000 new businesses were established in the UK. There are over 5.5 million businesses established today in the UK. Typically, if you want to establish that business, it takes 5 days in total, although you can log on to Companies House today and establish that business.
The World Bank sees the UK as the eighth easiest place with which to do business. And I think the point I'd raise on that is around planning. 25% of all planning decisions in the UK, 12 weeks. So it's an incredibly quick system compared to many, many countries. And many of the investors that I work with up and down the Netherlands in all sectors are very, very, the speed can do business. So the first thing is around ease of doing business. The second piece I want to talk to you about, so the two pictures that you'll see hopefully on your screen in front of you are of Oxford and of Cambridge. And if you have never been to Oxford and Cambridge, and if travel conditions become a little easier, then spend a weekend in either of those two cities. They are absolutely stunning places to visit. But I want to talk briefly about four reasons why I see the UK as a supportive environment for business. First of all, it's the fifth largest economy in the world. It has a labour force of over 32 million people. And the thing that I hear from Dutch business the most about their UK subsidiaries is the quality of their labour force, the can-do attitude, the willingness to go the extra mile, the teamwork that they see. So yes, it's highly skilled, as you'd expect, but its attitude is what really shines and what I really hear back. The second piece is around the professional supportive environment. You know, I think we are well known throughout the world as a nation of service. You know, if you look at the lawyers, 5 of the 10 global top 10 legal firms are based in the UK, 4 of the top 10 universities are based in the UK. And if you look at the London Stock Exchange, there are over 3,000 companies from 70 countries listed on it. So it has a tremendous professional supportive environment as well. Thirdly, the tax environment. You know, 10 years ago, corporation tax in the UK was over 28%. Today it's 19%, the lowest in the G7. So we're looking to attract business through a low tax regime as well. And finally, the research and development environment. You know, 1 in 5 people are in science-based jobs, and the Global Innovation Index ranks as fifth globally for innovation. So it's a great country to look at when it comes to research and development. And some of the work you're seeing at the moment around COVID at Oxford University in partnership with Dutch universities is a good example of that. So that's supportive environment, ease of doing business, supportive environment. And the final piece I want to touch on is the consumer market. It's a consumer market of 66 million people. Now, clearly, as a rough rule, that's 4 times the size of the Dutch market. But depending on what the sector is, often the opportunity is much bigger. So for example, if you look into the world of confectionery, chocolate, then the UK opportunity is about 10 times the Dutch opportunity. That does suggest that we eat a lot more chocolate on the surface, which I'm not going to deny firm. But often the opportunity in certain sectors is much higher. But on average, it's at least 4 times the opportunity. The other thing to point out is we're a curious nation in the sense of that we like things, that we're willing to try new flavors. So if you're a food and drink business, for example, it's a great market to go into. You know, our willingness to try is really up there. And an example of that for me always is if you look at online shopping, you know, over 87% of the UK population regularly shops online. That's way ahead of any other country. You know, you go to Spain, it's in the 40%, for example. So it is a country that adapts and adopts to new technology as well. And the final thing I think about the consumer market is it's a gateway to other markets as well. If you have ambitions to go to the Middle East, the Far East, the UK is a great springboard for that. So, 3 things, consumer market, supportive environment and the ease of doing business are the 3 reasons that I think you should be trading with the UK. So the final thing I want to talk about is what we do. So the Department for International Trade is 4,000 people.
So we're a big government organisation. We have four ministers in the UK. There are 2,600 of us in the UK. And like me, there are 1,400 of us dotted around 111 different countries. The team here, as I say, is 13. And we do two things. We either help British companies to export. In this case, we help British companies export to the Netherlands. Or we help overseas companies, in this case, Dutch companies, to invest in the UK. So how do we do that? What we try to do is work very much like your accountant, your banker, your solicitor, in that we look to build a really strong understanding of your business. We try to understand exactly is what you do, how you tick, what matters to you, and then we try to build an understanding of your ambitions beyond the Netherlands and hopefully the UK. And those ambitions might be tomorrow, but they might be 3 years' time. We are not looking just to 2020. We are looking long-term, like hopefully your professional advisors do. And what we try to do is understand what your plans are for the UK, either now or in the future, and what your concerns are, what you see as the barriers to investing in the UK. And they vary for every single business. You know, it could be help establishing a company, but it could be a property search across the whole of the UK. Every time it varies. But those requirements we'll capture, we'll agree that those are your needs. And what we will then do is put a team in place to come back to you with the answers. So just to try to make it a bit practical for you. So you're a food and drink company, come to the UK to start manufacturing your bar of chocolate, let's say. You don't know where to go in the UK, but you've heard that London could be good, Leeds could be good, Birmingham could be good, for example. So what we will do is we will build a picture of what your needs are. That could be in terms of the size of the factory, the number of workers you need, whether you need any grants, what kind of electricity supply you might require, whatever those needs might be. And then I will put together a team in the UK to answer those questions. So I put together somebody from the food and drink team, sorry, sector specialist, and then I'll put geographical experts, in this case, in Birmingham, London and Leeds, onto the team as well. And I'll task that team to come up with answers to the questions that you have posed to me. They'll then provide that information to me. We will have an initial presentation that says, you asked me these five questions. Here are the five answers from these three different areas of the country. You might then say, I love the idea of Leeds. Let's go to Leeds. We'll then arrange a trip to Leeds for you. We'll then arrange for you to visit a number of sites to meet the local officials and to build that journey for you. You might ultimately then say, I don't want to go. Okay. You might then say, it's not for now. Or you might say, I want to invest tomorrow. There is no obligation. But the heart of it is we provide information, we provide connectivity to allow you to invest in the UK. And most importantly, it's all free. And the reason it's free is because we're looking to create jobs in the UK. We're looking to drive investment to the UK. And I think most importantly, we're looking to bring innovation to the UK. That's what we as a team do. Really happy later to take questions, of course, as many as you like, and indeed to talk to you after this call as well. Thank you. Thank you very much, Simon, for your talk about the opportunities in the UK. It's a telling about love and friendship, a long history between both countries. And what you say is that it's easy of doing business, that there is a supportive environment and that there is the big consumer market. And what you said in your story is that it's easy to do business and that a lot of things are easy to organize. Rick van Boeien is one of the viewers and he has a question about that because he says, yeah, I agree that it's easy to register a company,
But why is it so difficult to open a bank account with an English bank? Could you tell something about that? Why that is so difficult? Yeah, and you know, it is difficult. You know, so I'm not going to try to suggest otherwise. I mean, the challenge is very similar to the challenge here, of course. If you look at the level of fines that ABN, ING and Rabo have had to face in recent years, due to you know, that the Know Your Customer procedures were not good enough, you know, it kind of explains partly the issue that, that banks now, and the UK is no different, have to go through very, very careful processes to prevent fraud. The criteria for that has increased considerably in recent years, both here and in the UK. The challenge is, I think, is that when you're opening a bank account in the UK, if you are opening an initial account, you know, from a bank's perspective, the value of your relationship at the start is relatively modest. The cost account through their processes is relatively high. So they also have, from a business point of view, they have a little less enthusiasm at times. So the answer to this is that within the department, we have a banking specialist, and all they do is help Dutch companies or companies around the world, in this case, Dutch companies, to open. So they act as a liaison point between you and the bank. They help you identify the right bank, because actually needs vary between clients, and they'll put the wheels in motion to open that account. So there are actually some smart ways of doing this. Now, we've recognized the issue. So a gentleman called Paul Webster is Mr. Bank Account within DIT, and I would be happy to bring Paul into the conversation. Great. And that's what it is. There are always challenges, even when things are easy to organize. There are challenges, but the Department for International Trade, the DIT, can help you if you want. It's good to hear, and I think it's a very important signal that we have you here on this webinar, that the love and friendship will stay on, that the Brexit will come, but the opportunities in the UK will stay, and there are big opportunities. And one of the organizations that can help to with that challenges and with all the challenges you will find when you go for that opportunities is the Department for International Trade. Simon, thank you for now for the all the information you had for us. There are no questions further, so I will go on with Michiel van Deursen. Michiel, jij bent van de Nederlandse Kamer van Koophandel, als we dat dan in keurig Engels zeggen, de Netherlands British Chamber of Commerce. Wij kennen dat allemaal als de Kamer van Koophandel. We gaan overschakelen lekker naar het Nederlands. Heerlijk vertrouwd, hoewel wij in de voorbespreking het ook rustig redden in het Engels. Maar ik ga toch met jou goed vinden en het goed vinden van de kijkers. Simon die luistert mee over naar het Nederlands. Want die Nederlandse Kamer van Koophandel, die kan naast het DIT ook een heleboel betekenen voor ons. En jij gaat ons daar wat meer over vertellen, over wat jullie kunnen doen als MBCC, maar ook vooral over, ja, hoe werkt het nou? We hebben nou gehoord dat er kansen zijn, nu willen we ze pakken, maar dan lopen we best nog wel tegen wat dingen aan waar we rekening mee moeten houden. En daar ga jij ons meer over vertellen. Dankjewel, Twan. En welkom allemaal ook namens mij op dit webinar. Mijn naam is Michiel van Deursen. Ik ben Director Projects and Services bij de NBCC, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. En ik wil in de enigszins beperkte tijd die we hebben, wil ik vier dingen met u doornemen. Ik wil met name voor de mensen de toehoorders die ons niet kennen, wil ik even een korte introductie geven van wie is de Netherlands-British Chamber of Commerce. Er is mij gevraagd om iets te zeggen over met name de kansrijke sectoren die wij zien in het Verenigd Koninkrijk. Je kunt er natuurlijk niet meer heen, inderdaad, om het even over het B-word en COVID-19 te hebben, want dat speelt, hoe je het ook bent of keert, een hele belangrijke rol
in het zaken doen op dit moment. En er is mij tevens gevraagd om iets te zeggen over de cultuur van het zaken doen. Nou, Simon refereerde al aan een aantal zaken. Ik zal daar nog wat toelichting op geven als de tijd dat toelaat. We gaan dus die tijd gewoon pakken, Michiel. Jij hoeft niet sneller door je slides heen als nodig, want je hebt een heel interessant verhaal. Natuurlijk is het niet alle tijd om te vertellen wat je allemaal in je hoofd hebt, want er is zoveel meer te doen. Maar die MBCC, wat doen jullie nou precies? Ja, goed. Even voor het juiste begrip. Wij zijn een bilaterale not-for-profit ledenorganisatie. Wij bestaan sinds 1891 maar liefst. We hebben op dit moment kantoren in Den Haag en Londen. En wij houden ons bezig met het intensiveren van de handels- en investeringsbetrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar dat doen we dus niet als overheid, maar dat doen we als private ledenorganisatie. We houden ons erg druk bezig met het behartigen van de belangen van onze leden en, en onze klanten. Wij doen van alles op het gebied van handelsbevordering. Dat is niet exclusief voor leden, maar heel veel van wat we doen is uiteraard wel voor leden. We zijn een ledenorganisatie. Onze dienstverlening bestaat dus met name behartigen van de belangen van onze leden. Daarnaast organiseren we in samenwerking met diverse partijen handelsmissies. Wij voeren wat we noemen partner searches uit, dus voor Nederlandse bedrijven die op de Britse markt een zakenpartner zoeken. We leveren modelcontracten, we doen marktonderzoek, we richten bedrijven op. We voorzien mensen van company reports, achtergrondgegevens van potentiële cliënten. Partner en prospect search is al genoemd. We hebben een flinke portefeuille aan payroll management. Wij doen dus feitelijk de payroll voor een aantal van onze Nederlandse klanten die in Engeland mensen rond hebben lopen op hun payroll, maar daar zeg maar geen grote vaste eigen inrichting hebben. Dus eigenlijk in het voorstadium zitten van waar Simon en zijn team zich met name mee bezighouden. En we doen nog het nodige aan wat we noemen virtual office services of PR services. Het representeren van een bedrijf vanuit ons kantoor in Londen of vanuit ons kantoor in Den Haag. Om ze een foot on the ground te geven. Nou, zoals je mag verwachten van een ledenorganisatie doen we van alles aan ook networking en informatieverstrekking. We hebben award presentaties voor succesvolle Nederlandse en Britse bedrijven. We organiseren lunches en diners. Op dit moment wat minder uiteraard, maar dat is wel wat te doen gebruikelijk is. We hebben golfdagen, als die in de nabije toekomst hopelijk ook weer mogelijk zijn. En een hele range aan seminars, Brexit bijeenkomsten, noem het maar op. Op dit moment wat meer digitaal uiteraard, zoals bij iedereen van ons. Maar hopelijk op een niet al te lange termijn weer gewoon op de traditionele manier. We hebben een aantal heel serieuze samenwerkingspartners waar wij veel mee doen van de werkzaamheden die wij verrichten. Simon en DIT is een belangrijke partner van ons. We doen veel in tandem met elkaar. En dan in business, een partij in Nederland waar we veel zaken mee doen. RVO, de Kamer van Koophandel en de beide ambassades, de Nederlandse ambassade in Londen, de Britse ambassade in Den Haag en talloze brancheorganisaties in Nederland waar we veel van onze initiatieven, daar zie je ook hun brand wel onder. Een belangrijke tak van wat wij doen, we hebben een aantal fora, ik zal ze niet allemaal toelichten vandaag, we hebben een aantal fora, dat zijn eigenlijk een beetje special interest groups, ons oudste forum is ons Economic and Fiscal Forum, dat geeft een beetje een idee van het soort dingen wat wij doen. Het is eigenlijk een club van grote Britse bedrijven die in Nederland geïnvesteerd hebben en die een gezamenlijk belang hebben in hun discussies met de Nederlandse overheid omtrent het investeringsklimaat, het belastingklimaat. En wij vertegenwoordigen die club en u ziet aan de naam op de slide grote spelers zijn, grote belangrijke spelers in die Nederlands-Britse business. Dus wij proberen echt ook als representative organisatie proberen we een hele belangrijke rol te spelen in die bilaterale context. Exact. En daarmee proberen jullie die kansen en mogelijkheden voor die Nederlandse bedrijven zo optimaal mogelijk te faciliteren en met elkaar in verbinding te brengen. En dan gaan we kijken naar wat dan daadwerkelijk die kansen zijn. Want er zijn een aantal sectoren aan te wijzen in die UK die aan te merken zijn als zeer kansrijk. Ja, correct. Er zijn een aantal sectoren. Simon noemde al eigenlijk die intensiteit van die betrekkingen tussen die twee landen. Nou, dat is heel terecht. Hè? Die samenwerking die gaat heel ver. In het algemeen zou ik eigenlijk willen zeggen van, ook al zou je product of je dienst niet in deze lijst van kansrijke sectoren staan, dan nog zou je als Nederlands bedrijf eigenlijk altijd die Britse markt moeten overwegen. Want strikt genomen kom je daar
alles rijp en groen door elkaar tegen van Nederlandse producten die hun weg vinden naar de Britse markt. Maar het is desalniettemin wel interessant, denk ik, om te kijken van wat zijn nou echt de sectoren waar in onze optiek, en dat, als ik zeg onze optiek, dan heb ik het ook over de Nederlandse ambassade, RVO en noem maar op, de beste kansen liggen voor het Nederlands bedrijfsleven. Simpelweg omdat daar ook de grootste investeringen in plaats hebben, de grootste ontwikkelingen in plaats hebben. En dan kom je eigenlijk tot het lijstje energie, en met name renewables. Wij zijn er zelf heel actief in. Offshore wind. De UK is de wereldleider op het gebied van offshore wind. Daar vinden enorme investeringen plaats. En daar heeft ook de Nederlandse supply chain een geweldige positie weten te vinden. En daar liggen nog talloze mogelijkheden voor de komende jaren. Agrofood werd ook al genoemd, dus Simon, inderdaad. De Nederlandse hoeveelheid voedingsmiddelen die hun weg al vinden naar Britse supermarkten is werkelijk enorm. En ook daar liggen voortdurend kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om nieuwe niches aan te boren. Constructie en infra, Unilever en Shell werden al genoemd. BAM Nuttall is ook een hele belangrijke grote Nederlands-Britse speler en niet voor niks. BAM heeft als bouwbedrijf echt een grote poot weten te creëren op de Britse markt. En daarnaast noemen we nog chemie, high-tech systemen, materialen, logistiek en creatieve industrie. Dat zijn volgens de partijen die zich bezighouden met die handelsbevordering tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk toch wel de sectoren waar het meest te halen, waar verwacht wordt het meest te halen te zijn. Maar zoals ik net al zei, voor elk bedrijf wat eigenlijk in staat is om te exporteren en nog niet die Britse markt aandoet, en daar kom ik ook op de volgende slide, zouden we toch eigenlijk willen adviseren van, mocht je naam of je product niet op de lijstje staan, ga toch die markt op of ga in ieder geval kijken wat de kansen zijn. Want die intensiteit die is enorm en dat niet alleen. Het is een hele grote, Simon refereerde al aan de 66 miljoen consumenten, het is een hele grote en een hele nabije markt. En natuurlijk schrikken we allemaal een beetje van dit moment, van COVID-19, we schrikken van Brexit. Neem die weg, die Britse markt is er en die blijft daar. En dat is een hele grote markt die heel dicht bij ons ligt. En die zou je eigenlijk altijd als exporteur minimaal onder de loep moeten nemen. Exact. En Michiel, hè, dan presenteerde gisteren het CBS een aantal cijfers. Bijvoorbeeld over het jaar 2019. En dan zien we dat de export vanuit Nederland naar het VK goed is voor 28,3 miljard, hè, 3,5% van het BBP. Als je dan kijkt naar die succesvolle of die kansrijke sectoren, hoeveel groei verwacht jij nog dan? Wat is daar nog haalbaar? Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar die statistieken over de jaren heen, dan is dat gewoon een succesverhaal. Nederland heeft een hele grote positie veroverd op die Britse markt. We zijn met een aantal producten heel erg succesvol. Ik noemde net een aantal specifieke sectoren. Ja, goed, als je kijkt wat de ambities zijn bijvoorbeeld. Neem zoiets als die offshore energy markt, die offshore windmarkt in Engeland. Als die ambities gerealiseerd gaan worden, en natuurlijk een aantal dingen staan even op hold misschien, en de omstandigheden van dit moment kunnen hier en daar wel wat vertraging opleveren, maar dat neemt niet weg dat die ambities die zijn enorm. En als dat allemaal gerealiseerd gaat worden, ja, dan mag je aannemen dat Nederland daar ook een heel behoorlijk stuk in mee kan gaan spelen. Dus ik zie eerlijk gezegd, ik zie meer kansen dan bedreigingen. Natuurlijk, de Brexit en de COVID zijn daar. Maar als de zaken zich blijven ontwikkelen zoals ze zich de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld, dan blijft dat een geweldig kansrijke markt voor Nederlandse bedrijven. En dat is natuurlijk ook het verhaal van Simon, die aangeeft, ja, er is al zo'n lange historie van, hoe hij het zo mooi zei, love and friendship. Maar ik moet wel zeggen, in de afgelopen jaren zijn we ook wel, nou ja, misschien wat huiverig gemaakt, wat bang gemaakt voor dat, hè, wat we dan zijn gaan noemen het B-woord. En daar komt nu eens COVID-19 bij. Tuurlijk, er zijn kansen, maar ja, die barrières, dat B-woord en dat C-woord, wat hebben die nou voor een impact dan? Ja, goed, die hebben impact, dat kun je niet ontkennen. Wat betreft het B-woord, wat betreft Brexit, ja. Kijk, Groot-Brittannië is een grote netto-importeur. Daar verandert Brexit niks aan. Dat zijn ze en dat zijn ze al heel lang. En Nederland heeft een enorm handelsoverschot met het Verenigd Koninkrijk. En Brexit of geen Brexit, die vraag die blijft bestaan. Men heeft producten nodig die ze niet zelf maken. En dat blijft intact in onze optiek. Dat niet alleen. We zien zelfs wel wat extra mogelijkheden ontstaan. Ondanks de barrières die er mogelijk ook gaan ontstaan. Maar ik wil dat niet ontkennen.
Maar Brexit betekent ook dat, dat wellicht leveranciers die, die te hooi en te gras zaken doen met het Verenigd Koninkrijk in de toekomst denken, weet je, ik ga me richten op puur EU-markten, ik ga die stap niet maken. Dus dat betekent ook dat je, als je daar wel serieus in investeert en serieus over bent, dat je wellicht een aantal concurrenten achter je laat die dat gewoon vanaf dat moment niet meer gaan doen. Je hoort al geluiden uit de markt dat bedrijven zeggen van hè, als dat te moeilijk wordt, dan ben ik weg. Oké, dat zei ze, maar daar zal iemand anders garen bij spinnen. Dus dat die kansen door Brexit veel slechter worden, dat geloof ik niet. Die vraag die blijft daar. Die markt is groot. En het is niet zo dat ze vanaf dag één in staat zijn om al die spullen die ze nu importeren zelf te maken of ergens anders vandaan te halen. Dus ik zou toch alle exporteurs willen adviseren, blijf op je quivive. Die kansen die zijn niet weg daar. En daarmee geeft de Brexit en mogelijk zelfs nog wel meer kansen. Hè? Want de markt is het, de markt zal blijven. En daarmee gaan er misschien ook alweer wat deuren open. COVID dan, hè? Wat wij noemen in Nederland corona, maar de COVID-19. Ook dat heeft in Engeland impact, of in de UK. Valt niet te ontkennen. COVID heeft natuurlijk grote impact op de hele wereld. Ook in het zaken doen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. En we haven't seen the last of that. Maar dat, nogmaals, dat geldt over de, in mijn optiek voor de hele wereldhandel. Het VK is natuurlijk hard geraakt. Hè? Laten we eerlijk zijn, het is gewoon hard geraakt. Het land heeft een enorme opdoffer gekregen en is qua slachtoffers na de Verenigde Staten het hardst geraakte in de wereld zo'n beetje. Maar goed, ook daar is men bezig met allerlei maatregelen te treffen om de effecten te mitigeren. Ze zijn bezig met allerlei maatregelen om lokaal de ondernemers tegemoet te komen. Uiteraard, het is een barrière. Hè. De komende tijd kunnen we niet makkelijk naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Ik heb op die slide vermeld van 1 juni wordt het wellicht niet mogelijk. Nou, dat weten we inmiddels dat inderdaad niet mogelijk is zonder in quarantaine te gaan. Dus ik zou maar zeggen, een zakelijk bezoek aan het Verenigd Koninkrijk van een dagje, dat is wat vroeger heel gebruikelijk was. Dat zal voorlopig even op de lange baan gaan. En ook het VK zal er absoluut niet aan ontkomen. Daar moeten we ook gewoon realistisch over zijn, dat er forse economische krimp zal zijn. Maar ook daarbij geldt hetzelfde als in zekere zin met de Brexit. Weet je, je moet er toch vanuit gaan, dit is iets dat gaat op een gegeven moment over. En dan gaan we weer een beetje naar, misschien niet helemaal naar normaal, maar wel naar een vorm van normaal. En daar hoort internationale handel bij. En daar hoort dus ook internationale handel bij met nabije markten bij. En dus om nou de handdoek te werpen en te zeggen, ik doe het niet meer, want we hebben COVID en we hebben Brexit. Dat lijkt mij, elke ondernemer die dat denkt, die doet zichzelf tekort. Maar het is een realiteit. Het is gewoon de realiteit van dit. Het is de realiteit waar we rekening mee moeten houden. De Brexit, verwacht jij, geeft... Tuurlijk een uitdaging, natuurlijk een challenge, maar love and friendship zal blijven bestaan, zoals Simon dat zo mooi formuleerde. En natuurlijk, de COVID heeft zijn impact, maar dat heeft hij wereldwijd en geen reden om die handdoek te gooien. Just to add something on to what was just said. I think there is potentially also a bit of a upside as well from a business perspective, in the sense that it's making people think again about their supply chains. It's making people think, do I really want to be dependent on the other side of the world for my supplies? So I think it is starting to get across many countries a feeling of, actually, we need to be more self-sufficient, we need our supplies to be closer to home. So I think for some sectors there'll be an opportunity generated by, I think, just to add a small piece also, be it Brexit or be it COVID, what I find with Dutch investors and Dutch people is they're very pragmatic. They look to the long term, and both the things that we're talking about are difficult. They do bring lots of uncertainty. They do have an impact economically, but in both cases they are relatively short term. And most Dutch people I look at who go to the UK are looking, you know, over many years rather than months. So I think, you know, we have to bear in mind, you know, these are short-term bumps in a road, very significant ones, but the longer-term opportunity, the longer-term fundamentals are still there. Yeah,
That's really true, and I think that's an important interruption you make here. Think to for long term. That's what we will do. Ja, Michiel, ik zie toch dat er, als we het hebben over het B-woord, dat er wat vragen gaan binnenkomen dan over die Brexit. De angst toch voor die hele reële, harde Brexit. Hoe schat jij die in? Kort antwoord. Nou, ik ben daar niet helemaal gerust op, maar een persoonlijke observatie. Dus ja, het is niet gegarandeerd dat dat niet gebeurt. Dat is zo. Dat is zo. Aan de andere kant, je moet je ook realiseren, een heel groot deel van het Nederlandse exporterende bedrijfsleven doet zaken met bedrijven buiten de EU. En dat is wat er gaat gebeuren met het VK buiten de EU, in een nieuwe handelsdeal of met een hard Brexit. Maar nogmaals, ik denk dat voorop blijft staan, die markt verdwijnt niet. Nou, dus, en uiteraard, ik wil het niet ontkennen hoor, de dingen kunnen moeilijker worden. Er kunnen barrières ontstaan, administratief. We moeten allemaal afwachten hoe dat hele proces dit jaar zich eigenlijk ontwikkelt. Maar wat voor mij voorop blijft staan, een nabije markt. En wat Simon al heel terecht opmerkt, hè, nu zal er waarschijnlijk toch wel een tendens gaan ontstaan dat mensen hun supply chains gaan herinrichten. He, wat eigenlijk eerder intensivering dan verslechtering van de handelsrelaties met zich mee zal gaan brengen. Helder. Jullie boodschap van beide is, blijf voor de kansen gaan die er liggen. En ondanks de barrières van COVID en de Brexit, zou je toch op die lange termijn moeten blijven denken. Ik wil toch omwille van de tijd met jou even nog kort ingaan op die zakencultuur van het Verenigd Koninkrijk. Voordat we daarheen gaan, kort antwoord. Tom wil heel graag weten, is er ook al een einddatum van die quarantainemaatregel? Is daar iets over bekend, weet je dat? Nee, dat is mij niet bekend. Er is nu die regel van die 2 weken. Er komt wel binnenkort net in Nederland van die tussentijdse verlichtingsaankondigingen. Maar ik durf daar niet iets concreets over te zeggen op dit moment. Heb ik daar niet super. The two-week rule starts from the 8th of June. And it will be reviewed every 3 weeks. Oké. Okay. So that, Tom, is een antwoord op jouw vraag. Een kort antwoord nogmaals, dit en de MBCC zijn voor jou en voor al die andere kijkers beschikbaar voor hele specifieke vragen. Ja. Dus stroom niet om met die beide organisaties en deze sprekers contact op te nemen. Ik ga nu snel toch, omwille van de tijd, we lopen al iets uit, maar ik vraag uw begrip daarvoor, want we hebben een interessant verhaal. We gaan toch even inzoomen op die zakencultuur, Michiel. Ja. Ik zou willen voorstellen, met het oog op de tijd inderdaad, om gelijk door te springen naar de slide do's en don'ts ik toegevoegd heb. En ik nodig daarbij overigens alle deelnemers van harte uit om met ons contact op te nemen als ze over dit thema met ons verder willen praten. Ik zeg daar ook over iets anders bij. Dat was voor dit webinar wat minder geschikt. Maar in dat hele zakencultuurverhaal hebben wij ook beschikking over een aantal zeg maar, uitspraken van Britse mensen, hoe die geïnterpreteerd worden door Nederlanders. En wat experts denken dat de Britten werkelijk bedoelen. Dat is een buitengewoon leerzaam en ook wel enigszins amusante exercitie om door te lopen. En voor dit webinar was het eigenlijk niet geschikt om dat te demonstreren. Maar ik nodig een ieder uit om contact met ons op te nemen als ze daar geïnteresseerd in zijn. Dan kunnen we die informatie met ze delen. Exact, want er is een karakterschets gegeven van positief. Ja, Simon refereerde al een beetje aan. Hè, van, wij zijn wat minder. De Nederlanders zijn wat directer dan de Britten. Dat is gelijk ook, denk ik, het grootste culturele struikelblok in de communicatie. We zijn natuurlijk van huis uit inderdaad. Zijn we geneigd elkaar te waarderen en hebben elkaar hoog zitten. Ja. Maar de Britse ambivalentie en de Britse indirectheid is iets waar de Nederlanders vaak nog wel een beetje mee stoeien. Wij zeggen ja als we ja bedoelen en we zeggen nee als we nee bedoelen. En Britten hebben toch wat meer woorden om eigenlijk hetzelfde uiteen te zetten. En daar ontstaat nog wel eens onbegrip. En wij benadrukken altijd bij Nederlanders die geen ervaring hebben met het zaken doen met de Britten. Van joh, leer dat goed. Want die Britten die praten echt, we verstaan elkaar wel, woord voor woord. Maar we begrijpen elkaar niet altijd even goed. En daar moet je echt een beetje op trainen. Dus die communicatie,
Hè, ondanks dat je dat Nederlands het Engels goed spreken. En dat moeten ze ook trouwens, want die Britten die spreken geen Nederlands. En niet alleen waarderen ze het altijd dat we Engels spreken, ze eisen het eigenlijk ook van ons. Dus zorg dat je niet gewoon een beetje huis, tuin en keuken Engels spreekt, maar zorg dat je zakelijk Engels echt helemaal op orde is als je zaken wil doen met de Britten. Dat noem jij ook in je do's en don'ts, hè? De zakelijke Engels. En bestudeer de communicatietechniek. Als je eens wat inzoomt op die do's en don'ts, welke licht je daar dan absoluut uit? Nou, die communicatietechniek, dat komen we ook nog wel veel tegen. Dat Nederlandse bedrijven eigenlijk in Groot-Brittannië communiceren door gewoon hun Nederlandse website en hun Nederlandse productfolders en noem het maar op te vertalen. Letterlijk, woord voor woord te vertalen. Wat mij altijd opvalt, tegenwoordig is dat wat moeilijker omdat we niet meer zoveel reizen, maar als je ook in zo'n stad als Londen om je heen kijkt hoe mensen hun reclameboodschap uiten, dan merk je dat die Britten een totaal andere vorm van communicatie hebben. Meestal heel, heel witty, met words, textueel heel sterk. Maar die boodschap wordt ook op een iets andere manier overgebracht. Wat wij altijd willen benadrukken voor Nederlandse bedrijven die nieuw zijn op de Britse markt, bereid je daar nou goed op voor. Hè? Ga niet alleen maar de boel zitten vertalen. Een Brit verkoopt iets aan een andere Brit op een heel andere manier dan wij, met een heel andere boodschap. En dat is wel een kunstje wat je een beetje in de smiezen moet krijgen. Dus met name beginnende exporteurs op die Britse markt, die moeten daar wat aandacht aan besteden. Want dat is een wezenlijk andere manier van communiceren in mijn optiek dan in Nederland het geval is. Nou, de manier om dat te doen is gewoon het land. Hè? En nogmaals, dat is op dit moment niet makkelijk, maar bezoek het land regelmatig. Zorg dat je veel in gesprek bent met je partners daar. Want dat is toch over het algemeen wel de manier om die technieken een beetje in de smiezen te krijgen. En daarmee is er een mooie ronde cirkel gecreëerd in dit webinar. Simon begon met zijn verhaal over de kansen en die er liggen in dat Verenigd Koninkrijk. En over een lange historie van liefde en vriendschap op een zo mooie manier geformuleerd. Met een hele duidelijke uiteenzetting van waarom die kansen er nu toch zijn. Dat sterke omgevingsveld, dat sterke ecosysteem wat ondersteunend is. Die consumer market die zo groot is. En die jarenlange relatie. Daar moeten we toch de kansen kunnen vinden. En Michiel die ging in op de sectoren dan waar je mee van doen hebt. En natuurlijk is er zoveel meer te vertellen over hoe je nu zaken doet op de goede manier. We hebben dat vertaald in de do's en don'ts. Maar zoals Michiel al aangaf, ja, er is zoveel meer te vertellen over dat Engelse en Nederlandse cultuurtje en alles wat daarmee van doen heeft. Maar laat de boodschap helder zijn, kijkers. Er liggen kansen. Er liggen ook barrières. COVID, de Brexit. Maar het signaal van beide sprekers, zowel van Simon als van Michiel, is: ja, laat u niet uit het veld slaan. De behoefte blijft en zal misschien wel groter worden, gaan toenemen. En dat is een hele goede reden om te investeren in het land. En om dat prachtige, mooie Verenigd Koninkrijk als een kans te zien. En als een prachtig, mooi land te zien waar je ook heerlijk kunt vertoeven. Michiel, je wordt door Vincent nog even een pluim krijg je, want jullie hebben hem 20 jaar geleden heel goed geholpen met een start-up. Dus hij beveelt de MBCC van harte aan. Dank je. Dus breng mij dank ook aan Vincent. Dat is een mooie. Vincent, dank voor die veer naar de MBCC. Jullie, Michiel, zijn beschikbaar voor alle organisaties. Maar natuurlijk, Simon, ben jij dat ook met met jouw team vanuit het DIT. Ik hoop dat wij met dit webinar u als kijker een inkijk hebben kunnen geven in 3 kwartier, iets langer, van wat er allemaal mogelijk is in dat Verenigd Koninkrijk. Michiel en Simon, thank you for all your information and for your help in this webinar. And I wish you all the best
for the future. And Simon, it was lovely to have you in this webinar. Thank you very much. Michiel, dankjewel. Alle kijkers, ik wens jullie ongelooflijk veel sterkte en succes en plezier bij het zaken doen in het Verenigd Koninkrijk. Ik dank u allen voor het kijken. Deze opname komt online beschikbaar. En voor nu wens ik u allen een hele fijne dag. Tot ziens en graag tot de volgende keer. Ja.